Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Jullie zien, we staan aan een staattafel. Dit is een nieuwe sectie van Filmerts. We gaan een spel spelen. Het spel is, ik noem een onderwerp. Jullie weten nog niet welk onderwerp ik ga noemen. We hebben twee rondes. Yep. En het onderwerp moet in een film voorkomen. Jullie moeten de films roepen, zeg maar, welke... Oh nee, ik weet deze, die zit in die scène. Ja. En dan hou je scoren bij en degene die de meeste films heeft genoemd... Die wint. Dan wint hij. En als die niet heeft gewonnen... Filmers fame. Ja. Dan heeft hij nog een tweede ronde om het goed te maken. Dus, we gaan beginnen. 3 minuten. Mogen de beste winnen, Pimri. Tuurlijk, sure jij ook succes. Het eerste onderwerp is melk. My god. Melk. No Country for Old Men. What's the most you ever lost in a coin toss? Ja, dan zien ze dat iemand in de trailer is geweest. Melk is ook koud. Ja. En die Tommy Lee Jones die drinkt volgens mij ook op het laatste moment. Ja. Bij zijn ontbijt. Yes. Telt South Park ook, die aflevering dat ze de kont van Kenny op een melkpak zetten. Ja. Nou, dat is een aflevering film, hè? Ja, goddammit. Alleen cinema allowed, Sander. Oh, Jesus, ik ben echt... Terminator 2, door een pak. No! Come with me if you want to live. Ook niet gezien, godverdomme. Nice. Nee, ik heb Terminator nooit. Telt milk met Sean Penn? Nee. Fuck. Drinkt geen melk, zeg maar. Volgens mij. What do you know, man? Weet niet. Moet die naam ergens vandaan krijgen. Ja, ik zit te denken. Doet iemand in Pulp Fiction niet melk in zijn koffie? God damn, Jimmy. This is some serious gourmet shit. Bij die gasten, als ze die dat lijk in die garage hebben gegooid. Dat weet ik niet. Quentin Tarantino dan zelf melk. Ja, dat iedereen ook helemaal lijp is van zijn koffie. Ja, maar ik weet het niet zeker hoor. Maar er staat niet zo bij. Inzetten? Als je hem inzet en het blijkt niet zo te zijn, Sander. Ja, wat dan? Wat is de... En dan gaat penalty. Hij vanaf. Zet hem dan maar in. Ja, maakt niet uit toch? Okay. Nou, dat zeggen. Pim staat voor, hè? Pim staat voor. Ja, we hebben nog 1,5 minuut. Fuck! Come on! Okay. Films met weet ik veel. Melk, glasmelk. Pakmelk inderdaad. Terminator 2. Ik vind smelk ook ontzettend goor zelf. Dus ik let er eigenlijk nooit op. Okay. Ja, wie drinkt er nou melk? Gadverdamme. Nee, shit, dude. Het is echt zo fucking moeilijk. Ja. I got nothing. Denken, Sam. Iets wits. Oké, niet te ver. Pim. Oh, dat is een andere soort films. Ja, Pim. Stapje terug, Pim. Stapje. Nee, ik kan die niet meer. Je hebt wel een goede shirt aan. Shit. Nee, sorry. Ik weet het echt niet. Deze is echt te moeilijk. Hier kan ik niks mee. Fucking milk. Nee, ik durf niet in te zetten. Shit. Oh, holy shit! Suske en Wiske, de duistere diamant. Kei slim, Valambik. Aan de ontbijttafel drinken ze melk. Oh, nou, dat is 2-2, jongens. 2-2. Yeah. We hebben nog... Zou het daarop houden? 30 seconden. Oh, shit. We hebben nog tweede ronde. Alles kan gebeuren. Oh, man. Ik weet het echt niet. Ontbijtscène. Ik zet hem toch in... Natural Born Killers. Misschien doet Woody Harrelson wel melk in zijn koffie in de diner. Als hij ook die groene citroen eet. Misschien. Shit. Are you flirting with me? Nou, dan staat... Ik weet het niet. Dat was hem, jongens. Of als ik op punt verlies, krijgt Sander dan 1 bij? Of? Best wel gelijk. Best nu wel gelijk. Schrödinger's winnaar. Het tweede onderwerp is wat... Okay, gaan we gelijk door. We gaan gelijk door ronde 2. Oké. Okay. En dan tellen we de punten bij elkaar op. Dus het loopt redelijk gelijk, hè? Oké. Bereid je voor. Het onderwerp is... condooms. Jesus, maar dan Christ. Geen porno, maar cinema. Dat is bijna zo. Oh man. Cadeauverpakking.
Teenagers, man. Superbad, waarschijnlijk. You didn't even bring a condom? No. No, I mean, that wasn't part of the plan. Waarschijnlijk, ja. Ja, ik zou het zo niet weten, maar die, ik kan me niet... Die fucking verschrikkelijke film met George Hartnett, 40 Days and 40 Nights. We're willing to do whatever is necessary to get the job done. Oh god. Zit ik dan niet te klooien met een condoom? Ja, Gooi er maar in. American Pie, als hij met zijn chick, zo'n buurmeisje of zo, gaat hij naar bed en dan zit hij te kutten met die condoom. A story about the moves. You bad boy! Something About Mary's, het was ook een condoom. Oh man. What is that? Hm? On your ear. Oeh. Oh nee, dat. Ja, nee, fuck. Het is een tv-serie. Ja. Jesus. Naked Gun. Heb ze allebei van die condoom pakken aan. Oh, nice. Man, je bent hier veel beter in dan ik ben. Godverdomme. Condooms, bro. Oh, wacht. Melk en condooms, is echt, dit staat echt heel slecht op mijn cv. Oké. Mooie trash aflevering. Ja. Yeah. Oh, Jesus, ja. Mijn geheugen is gewoon niet zo goed, denk ik, of zo. Waarom zou ik dat onthouden? Hij maakt smoesjes. Ja. Okay. Jesus. Fuse alarm. Ik heb er pas twee. Shit. Ja. How you doing? Jesus. Motherfucker. Ja, ik zit met name aan van die, gewoon van die slechte stoner comedies of zo te denken. Ja, weet je wel? We moeten geheid dan inzetten. Ja. Eurotrip. You made out with your sister, man! Zet maar in. Gewoon maar in. I don't care. I have nothing to I'm a man with nothing to lose. Man on the edge. Yeah. Minuutje, jongens. Minuutje. Ja. Jezus. Zo boos. Ja, ik zit de hele tijd in mijn hoofd bij gewoon die slechte American Pie, fucking Scary Movie. Gooi er maar in. Hoeveel? Scary Movie. 1 tot en met 28, we zijn ervan gemaakt. Ja, maar ja, dan kun je ook wel een franchise gaan noemen en dan in één van die films. Je moet wel een deel. De eerste. Okay. Scary Movie 1. Ja. Ik weet het. Dan heeft hij juist geen condoom op, want dan wordt hij tegen het plafond aangeknald. Kras maar door. Ja. Ja. Of, nee. Bij nee. Helemaal leeg gezogen, of ja. Ja. Maar dan niet. Skip. Ja, en in de freezer, of niet? Ja. Ja, precies, dan is het juist niet. Ja, het nee, inderdaad. 10. Oeh, jongens. 5, 4, 3, 2. I don't know, man. Ho! Ding, 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 ding. Champion of this evening. Nee, ik weet het echt niet. Nou, dat weet ik nog. Je hebt echt verschrikkelijke onderwerpen. Dankjewel. Doe mijn best. Ja, het zijn goede onderwerpen, want ik heb er fucking veel moeite mee. Wij hebben er fucking veel moeite mee. Nou. Ja, nu moet ik de kracht wachten. Hadden jullie er thuis meer? Ja, thuis is altijd makkelijker, hè? Ja thuis precies. Je zit er gewoon iemand in de benen. De hitte van de spotlight hier. Mochten jullie nog suggesties hebben voor de onderwerpen? Ja, ga nog meedoen aan het spelshow, dat weet ik al wel. Nee, inderdaad. Dat vind ik een hele goeie. Gewoon niet. Nee. Dankjewel voor het kijken. Kunnen we ook nog geld winnen, of niet? Ik ben gehad, ben ik naar de bioscoop geweest. Twee andere dudes. En, Pat. Ja, sorry. Pat, sorry. Sander. Sorry, guys. Het was ook niet gepland. Dus, ja. We waren toevallig in de buurt en daar dachten we van... sorry, jongen. Dit is echt zwaar teleurgesteld.